Goedendag, concurrentie. Hoe gaat het hier? Prima. Prima. Wat, welke fase zijn jullie aangekomen in het ontwerpproces? De laatste fase van de architectuur een beetje. Ik zie daar hippe schetsen. Wat kunnen we hiervan verwachten? Dat is nu nog wat er is, maar er moet ook nog in wat er gaat komen. Want anders is het natuurlijk. Dan zijn we natuurlijk razend benieuwd. Ja. Wat gaat er komen? Ja, dan moet ik bij hem zijn. Ja. Gaan we terug naar hem. Oké, dan wachten we even. Ondertussen. Kijk, je hebt een oud gebouw. Ja. En er moet iets nieuws bij. Dat willen wij graag vermengen. Mm-hmm. Dus wat je krijgt is oud gebouw, nieuw gebouw. Ja. Twee verschillende materiaalsoorten. Eentje is baksteen, een nieuwe is staal. Dit gebouw staat aan het Oosterplein. Ja. En vormt daarmee een gevel. Het andere gebouw vormt iets gelijks, een hoge grote gevel, een beetje monumentaal, bij de Westerplein. Dit gebouw vormt ook gelijk de ingang naar het dak van dit gebouw. Dat is het bestaande gebouw, waar sportfaciliteiten zitten die openbaar zijn. Dus denk aan voetbalveldjes, voetbalkooien, basketbalkooien. En het hele dak wordt daarvoor besteed. Is ook overdekt met een hele grote kooiconstructie. Ja. Over de hele lengte. Ook boven is het dicht. Die kooi die loopt eigenlijk over het gebouw heen. Waardoor je dus iets als dit krijgt in detail. Het is niet helemaal duidelijk. Mooi, ja, dat ze nu al details hebben. Zo. Ja. Wat ze krijgt is dus een kooiconstructie om het gebouw heen. In principe, die kooiconstructie loopt dus door. En die loopt dan omhoog over, ja, over het hele gebouw. Ja. En dat kan dus begroeien. Dat kan dus gewoon als kooi blijven. Oh. Je zei net, het wordt staal en baksteen. Ja. Maar eigenlijk wordt het klimop. Het kan begroeien en waarschijnlijk niet bovenin. Maar bijvoorbeeld hier onderin, want ik weet niet of je oude foto's hebt gezien van de locatie. Ja, toen was het groen. Toen was het groen. Ja. En dat had wel een hele gave allure. Ja. Dus als je daarop anticipeert, zorg je ervoor dat het niet weggehaald hoeft te worden zoals het daar was gebeurd. Oké. En de vorm is zo ontstaan of dat is een bewuste keuze geweest? Hier een bunker. Dit is het gebouw, hier is het Westerplein, Oosterplein. Mm-hmm. We wilden hier een piek creëren, dat hier ook een, als het ware een plein gecreëerd wordt. En deze as komt dan in het zicht, of dit gebouw komt dan in het zicht te staan van die as. Die as die wordt gebruikt om naar de Brabanthallen te gaan. Yeah. Dus daar moest een punt ontstaan. En zo is het eigenlijk gekomen om het heel monumentaal te maken en ook gelijk niet al te diep. Dus dat het ook bruikbaar is, want het is 20 bij 22 als ik me niet vergis. Mm-hmm. Dus het is groot en diep en dicht. Door het wat af te slanken wordt het bruikbaarder. Oké, als we nou even een stapje terug doen en naar de stedenbouwkundige context kijken. Ja. Ik bedoel, dit is allemaal op gebouwniveau. Ja. Maar wat hebben jullie op stedenbouwkundig niveau, oftewel de eerste 8 uur? Nou, dat is ook wel. Daar moet je haar even voor spreken. Die weet er alles van. Haar. Zij. Geerte. Ja, kom maar even erbij. We hebben een stedenbouwkundige verklaring nodig. Waarvoor? Wat hebben jullie gedaan? Wij hebben gedacht, kantoren die heb je niet nodig. Klopt. Want kantoren staan leeg. Dus en zijn er al genoeg. Kantoren neerzetten. Woningen hadden we van ja, daar zetten we de buurt ook al mee vol. Dus waarom nog meer woningen? Waarom zoveel oppervlak? En wij hadden iets van, we misten dat groen in de wijk ontzettend. En er is te weinig parkeerplaats. Waardoor ze hier overal parkeerplaatsen willen gaan creëren. Waardoor dat beeld weer echt verziekt wordt. Dus we hebben bedacht dat hier als geluidswal parkeren komt. Daar overheen komt een soort van dijk die toegespitst is tot hier. Toegespitst is tot de vaart en naar het station toe. Dus je hebt een soort hellingen, zo. Met de hoge kant hier naartoe. Ja. Yeah. En hier komt dan de fietsbrug. Een soort groen duinlandschap. Ja, ja, maar dan niet echt zulke duinen, maar meer een glooiing. Ja, glooiing. Ja. En
wat hier komt zijn enkele horecagelegenheden en kleine kantoortjes voor ondernemers die vanuit hier gegroeid zijn, niet meer in dit gebouw passen en hierin terechtkomen. Dus het is heel erg flexibel, het kan ook weer weg. Dan blijft het gewoon net waar op dat moment vraag naar is, dat kan er ook zijn. Het is gewoon een gigantisch oppervlak. En er lopen hier allemaal paden voor fietsers en voetgangers. Maar al het autoverkeer is hier weggehaald. Dus alle auto's gaan of hier langs of daar langs. Of, en die parkeren hierin, die lopen dan naar hun huis toe. Via die paden. Of gaan met de fiets verder. Hier, ja, wat we hebben gedaan, want er werd gevraagd om hier een poort van te maken voor eigenlijk de auto's die in de buurt binnenreden. Want de derde achter is het wauw-effect van dit gebouw. Dus als je binnenkomt en wauw, wat een prachtig gebouw. Wij dachten eigenlijk dat het veel interessanter was om dat wauw-effect te gunnen aan de mensen die met de fiets of de voet vanuit de binnenstad gaan en andersom. Dus dat je echt het verschil van oude binnenstad naar industriële buitenstad, stadsuitbreiding. Daardoor loopt die fietsbrug, die is heel prominent aanwezig, een grote brug, die komt hier direct aan. En geen auto's, want dat levert hier een heel onhandig knooppunt op. En dat is heel lastig op te lossen, gevaarlijk knooppunt, ook omdat je van die helling afkomt. En eigenlijk hebben we daarom besloten om de auto's hier langs te laten rijden. Alsnog wordt alles ontsloten. En nu krijgen we dat hier echt een park ontstaat, en zonder die auto's. En hier was een tekort aan parkeren bij de hallen, dus die kunnen nu dus ook allemaal hier. Okay. En hoe verwachten jullie dat het gebied op zich gaat werken? Er moet natuurlijk een zekere zin van levendigheid komen. Doen jullie daar een bepaalde impuls voor? Planten jullie nieuwe, echte, originele functies in op dit na? Of hopen jullie dat hiermee alles opeens opbloeit? En je hebt hier sociale problemen in de wijken. Dus wij willen echt van, we moeten hier iets toespitsen op jongeren. Waar zij hun ambities en vrije tijd ook kunnen zijn. Waardoor ze hier wegtrekken, maar hier juist komen. En als het hier dan door hen ook komt en dit een positieve uitstraling krijgt, dan zullen daarna weer mensen komen ouders kijken, weet ik wat. Okay. Maar wat er ook is, is dat hier natuurlijk de theater, de kaderfabriek en die andere school hier zitten. Daarom willen we dan ook hier bijvoorbeeld een oefenruimte maken, waardoor ze hier kunnen optreden. Dus dat daardoor die brug ook veel functioneler is. Maar er zijn al oefenruimtes in de Dit wordt echt een dependance van de theaterschool. Want die zijn op zoek naar ruimte. En die bieden wij hier eigenlijk. En doordat het een school is, trek je jeugd aan. Jeugd gaat in de pauzes een beetje hier zitten. En hier bevinden zich ook diverse kleinere bedrijvigheden in. Ja, lijkt me duidelijk. Nou, het is heel erg, wordt een beetje een park aan de rand van de stad. Dus mensen vanuit de binnenstad kunnen hier ook heen komen. En die wisselwerking, want het is een heel gaaf park dit. Als je hier zit op die schuine helling in de zon, 's avonds, dan heb je dit als uitzicht, die gevels. En geluidsoverlast? Dus. Dit is dus die dijk, twee lagen hoog. Maar daar ga je natuurlijk op zitten. Ja, maar dat is als je gaat barbecuen niet heel erg, als je af en toe moet rijden. Af en toe één keer in de vijf minuten. Nou ja, als je hier was vanochtend of gisteren, ik heb geen last gehad van die trein. Ja, oké, maar ga je er wel ik veel Ik heb meer last van die auto's. Oké. En dan ga je maar eens lager zitten. Kijk, het is. Je hebt het natuurlijk ook zelf in de hand. Ja, niet, als je het niet van auto ga je er gewoon niet zitten. Ja, want je kan ook niet een grote muur gaan bouwen of iets dergelijks. Nee, nou. En we gaan niet onnodig veel ruimte creëren. En in de hoop dat het dan toch maar goed komt. Want de mensen die barbecuen hebben geen zin om in de herrie te zitten. Oké. Prima. Top. Nou, succes ermee verder. Dank. Dan gaan wij mijn collega maar eens opzoeken. Want ik moet ook nog dingen doen. Een deadline te halen. Deadline te halen, zeker waar. Eerste woord van de dag? Nou, dat is al heel lang geleden. Hè? Dat zijn heel veel woorden. Sorry. Moe. Ja, toch wel. Goed genoeg. Favoriete kleur? Blauw. Wat voor blauw? Petrolblauw. Dank je.